Wat is er toch aan de hand met die talkshows in Nederland, vrienden? Ja, dat is. En het is niet een klein probleempje aan het worden, hoor. Nee, het is een gigantisch probleem. Want nu hebben ze dus bij SBS hebben ze bedacht om Johnny de Mol een talkshow te geven. Wat zitten daar toch mensen met een pijnloze domheid, hoe is het nou toch mogelijk? En dan denken ze ook nog bij het SBS, ja weet je, dan zetten we die Johnny aan zo'n tafel en dan gooien we daar gewoon wat bekende mensen in uit onze stal van Talpa en dan dat vreten de mensen wel. Dat vreten de mensen niet! Ah, nee, natuurlijk niet! Jullie ook niet, jongens, jullie en ik. Nee, we worden gewoon beschouwd alsof we niet goed bij ons hoofd zijn. Alsof we nog steeds met een speen in onze mond lopen. Hou nou toch op, alsjeblieft. Waar komt dat toch vandaan? Dat dédain, die stuitende arrogantie. Om maar te denken van, ze pikken het wel, gooi het er maar in. En wat blijkt dan? Dan kijkt er dus gewoon geen kip naar die Johnny de Mol. Nee, natuurlijk niet. Mensen pikken dat niet. En dan schrijft zo'n Angela de Jong, die zegt dan van, ja, nee, ik ben blij dat ik eindelijk weer eens een keer een goede presentator heb gezien. Ach, Angela, haal nou op. Die Johnny de Mol zit al die vraagjes keurig maar af te lezen van een papiertje. En die luistert helemaal niet wat er gezegd wordt. En die komt ook niet met de goede vragen. Haal dat toch op. Haal dat toch op. En ook nog eens een keer, geen personality. Ach. De Talpa, dat is. Dat noemt zichzelf dan een tv-bedrijf, dat is gewoon een baggerbedrijf. Dat is wat het is. Verdorie, zit ik me toch op te winden hier. En dat komt gewoon omdat ze echt geen verstand hebben van tv. Dat is het. Ook bij de NPO niet. Heb je dit al gezien? Dat op één, dat is toch ook niet om aan te zien. Dat is toch verschrikkelijk. Dat, ik bedoel, vrouwen, ik zet vrouwen altijd op een voetstuk. Vrouwen zijn leuk en slim en vrouwen, vrouwen. Maar, wat doen ze daar dan bij op één? Daar zetten ze vrouwen neer als een stelletje domme ganzen. Dat is toch geen afspiegeling van wat vrouwen zijn? Vrouwen zouden er tegen in opstand moeten komen. Vrouwen moeten zeggen, dat willen wij niet. Op één. Want er zit er eentje die probeert alleen maar haar kapsel te doen als een poedel. En er zit er ook nog eentje, en dat is volgens mij dan dezelfde. Die zit met een ring door de neus. Ja, wat een manier om te laten zien dat je nieuwe gordijnringen hebt. Maar hier. Tja, prikt zeg. En die vragen die dan die vrouwen, want er moeten dan al vrouwen in beeld zitten dan bij opeen. En die vragen die halen niet eens het niveau van een schoolkrant. Ze weten niet eens wat ze het over hebben. Het is werkelijk te pijnlijk voor woorden allemaal. En dat is er aan de hand met die talkshows in Nederland. En dan heb ik het nog niet eens gehad over die vooravond. En met zo'n Kaliet die dan spelletjes doet over heel Holland Bakt. Dat je niet eens meer weet waar je moet kijken van schaamte. Ach. Het is een dof en diep dal waarin we zitten met de talkshows. En jullie, en daar ben ik zo blij mee. En jullie pikken dat ook niet meer. Nee, want jullie hebben ook bij jezelf gedacht. Hey, dikke vinger, zoek het uit met je flauwekul. En dat zie je aan de kijkcijfers. En daar ben ik nou zo blij mee. Dat jullie er ook klaar mee zijn. Hou er zo.